Hierbij een filmpje van mijn audio-installatie die ik 6 jaar geleden maakte. Ik zal die voor de verandering een keer proberen te voorzien van wat commentaar. Ik kocht de auto 6-7 jaar geleden en toen wilde ik een dikke installatie erin bouwen. Maar je mocht hem van buitenaf niet zien, in geval met in verband met diefstallen en zo. Hij staat nu serieus hard al. Kijken of we van buiten wat kunnen zien. Nou. Ik denk dat het een andere Audi was die we van de week hoorden. Ik zie niks wat niet origineel is eigenlijk. Secret code, oh. So everybody else don't have to know. So keep your love locked down, your love locked down. Keeping your love locked down, your love locked down. Beginnen. De head unit, dat is een Pioneer ODR 1993, dus een heel oud toestel. Dat gaf mij de mogelijkheid, het enige toestel ongeveer met de mogelijkheid om een front drieweg setup en rear en sub actief aan te sturen. Moment. Het front. Dat bestaat dus uit de Focal K-rips. Kijk dat. En de panelen die ik. Dat klinkt niet meer als kunststof, zeg maar. Dus die heb ik ontzettend goed gedempt. En ik had niet de mogelijkheid om. Op de deur zelf te spelen, dus ik moest wel op de deurpanelen schroeven. Dan heb ik als middenweg heb ik de Micro Precision 5.8. Dat is een heel lekker speakertje. En die heb ik gebouwd toen ik de auto net had. Toen was ik pas 4 jaar oud. Toen heb ik grote gaten gezaagd in het dashboard. En daar heb ik paneeltjes voor gemaakt, deze, zoals je ziet. Is daar geen enkele beweging in te krijgen. En daaroverheen, om het netjes af te werken en van buiten niet zichtbaar te maken, heb ik dus een tweede dashboard gemaakt. Van polyester. Zoals je ziet, lopen de vormen van de auto die lopen mooi mee zo. Om het de originele uitstraling te geven. En met het frontje erop ziet het er eigenlijk gewoon origineel van Audi uit. Met de frontjes ook hierop is dat hetzelfde en dan maakt het één geheel. Dat is de hele drieweg front eigenlijk. De tweeters die ik nu speel zitten in de spiegeldriehoeken. Het zijn op dit moment, ik wissel nog alles met de tweeters. Op dit moment zijn dat de Micro Precision 5.28. Ik speel liever met 20 mm tweeters. Die zijn wat sprankelender als deze. Ik vind deze een beetje degelijk. Een beetje saai zo gezegd. Maar het sluit wel mooi aan. Bij de rest. Ondanks de saaiheid dus. Zoals ik al zei, heb ik ook in de rear speakers zitten. Dat is niet gebruikt als rear veel. Maar
het is meer als extra kick gewoon om, de, om het front op te vullen nog. Ze koppelen de sub op een hele fijne manier aan het front. Met uiteindelijk een hoeveelheid kickbase die ja, gewoon lekker is, zeg maar. Dan heb ik achterin. Oh, de achterbank. Die zit normaal gesproken op slot. Met, aan beide zijkanten draai ik die met een slot, zeg maar, in de zijpanelen. Zodat die niet naar voren kan. Want daar zit achter. De twee processors van de radio. Deze is voor de rear en die is voor front. Naar de stroomvoorziening. Dit is de versterker van de tweeters. Dit is de versterker van de sub. Die doet 1000 watt op 1 ohm op een Adaya Brahma. En dan heb ik hier. Oh, het wordt al donker, jongens. Ik hoop dat het dadelijk een beetje goed te zien is. Dan heb ik daar de tweede versterker bak. Eigenlijk heb ik kras op mijn cd hoor. Nou, dit is de koffer. Ik wilde hem functioneel houden. Hier achterin in de kofferbak van de A3 zit nu gebouwd een extra accu, twee processors, vijf versterkers, een 1000 watt sub, inclusief kist en ja, de powercap en de stroomvoorziening en ja, dat soort dingen. Oh, en een cd-wisselaar natuurlijk. Die zit hierachter. Dat is de Pioneer ODR-wisselaar. Hij is op het moment is hij stuk. Die moet voor service weg. Dat is jammer. En als ik de oude plank. Daar heb ik ook een doorvoer gemaakt. Zodat de sub, zeg maar, goed de cabine in kan komen. Dit is gewoon spiekerstof. Als ik de oude plank eruit haal. Dan heb ik gewoon nog een functionele kofferruimte. Ik heb veel hobby's, dus ik neem altijd van alles mee. En dat gaat prima zo. Ik ben er niet heel voorzichtig mee. Er zitten bijvoorbeeld behoorlijk krassen op de versterkers. Nou, ik leg bijvoorbeeld vijverstenen en zo leg ik er gewoon zo bovenop. En ja, hier en daar heb ik klein beetje slijtage, maar over het algemeen vind ik het er nog erg netjes uitzien. En mijn sub is lelijk, maar ja. Nou, dat is de koperen massa. Die loopt over de hele lengte van de achterbank. En daar heb ik alle versterkers, heb ik daar zo kort mogelijk, zeg maar, op de massa aangesloten. En die massa die zit dan hieronder, gaat die naar de tweede accu. En de tweede accu die zit dan weer heel kort op het chassis. Leuk dingetje om te laten zien even. Dat is het volgende. Ik heb mijn subkist heb ik helemaal los in de wagen staan. Dit is omdat ik niet de trillingen van de subkist door wilde geven aan het chassis, zeg maar. De subkist alleen, exclusief woofer, weegt 35 kilo. En dan met de woofer erbij, dan weegt hij ongeveer 55 kilo, zeg maar. Het staat helemaal los in de auto. De bovenplaat, waar je hier dus tegenaan kijkt, die zit op de kist geschroefd. En zoals je ziet, weegt hij echt overal vrij. Helemaal vrij. Van de rest van de installatie. Dus er is niks wat steunt, ook deze versterkerbak niet.
als ik die dicht zet, dan kan ik er nog met mijn vingers onder. Dus die sluit achterlangs, zeg maar. Nou, die versterkerbak die zit normaal gesproken ook op slot in de zijpanelen. Dan kan ik vanaf de achterkant kan ik die op slot draaien. Ik heb aan de achterkant van de zijpanelen heb ik ijzeren platen zitten, zeg maar, achterlangs. En daar zitten de gaten in en de sloten draaien daar zo in. Ja, wat kan ik er verder nog over zeggen? Laten we een stukje luisteren. Wanneer dan? Zelfs Amerikaans zal ik even de weglooptest van de wagen doen. Om te laten zien dat het echt behoorlijk hard gaat. Nou, ik denk dat het weinig zin heeft om verder te lopen. Maar... als dit een maatstaf is voor hoe hard het gaat, zeg maar, dan... Dat is toch een meter of... 30, 40 geweest of zo. Het is ietsje beschadigd hier en daar, omdat ik het onlangs een keer verbouwd heb. En zo is die hier gebroken. En die breukje zit diagonaal zo naar de andere kant. Dus dat stukje dat wordt alleen nog bij elkaar gehouden door de sky. Nou, dit is vanaf luisterpositie, zeg maar. Zoveel mogelijk om actie. De andere kant die is niet symmetrisch, dus die staat verder naar de binnenkant van de wagen toe gedraaid. De schuinte, zeg maar, zo, die is wel gelijk, maar zo is die anders.
Dit is ook vanaf luisterpositie. Ik luister eigenlijk voornamelijk elektronische muziek. Geen muziek waarbij je echt een podiumweergave wilt hebben. Zeg. Ziet heb ik de sub de hele tijd al flink geknepen staan. Ook toen je het mes net zag trillen. Dit omdat de microfoon anders meteen helemaal dichtklapt van de camera. Ik zal hem even uitzetten. En alleen de mitjes en hoog die je nou hoort. Thank you.
Vast. Die wordt ook naar beneden gehouden, zeg maar, door magneetjes. Een ijzeren plaat aan de onderkant tegen het dashboard. En dan de magneetjes, die zitten ingeboord overal in het originele dashboard. En die trekken hem naar beneden toe.